Snel. Make a run for it. Ja, daar is hij. Hij is aan het rondkruipen. De gluipert. Yo, dames en heren. Mijn naam is Don. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Rust Battle Royale. We zijn weer teruggekeerd in een Battle Royale mappie. Geen idee waar de fuck ik ben of waar de fuck spullen zijn. Nee, ik... Alsjeblieft, ik wil niet door het water. Ik moet door het water. Oké, dit is het meest fucking waardeloze idee aller tijden. Hé, ik zie mezelf schaduw zwemmen. Oké, dit is niet goed. Mensen hebben al fucking pump shotguns en assault rifles. En ik ben gewoon nog even gezellig aan het zwemmen. Ik zie er wel verder op een gebouw. Dat is gewoon letterlijk het enige op het moment. Ik sta er slecht voor. Nou, je kan het misschien wel raden van... Hé, waarom doet het nou weer alweer Rust Battle Royale? I do not like this. Het is omdat ik vind Rust Battle Royale best wel een gaaf concept. Zo speel ik nog een beetje Rust. En af en toe speel ik weer eens even H1Z1 Battle Royale. Het is gewoon even afwisseling voor mij. Oh god, er loopt iemand letterlijk achter me aan. Langs het water liep hij. Oké, er zijn blijkbaar gewoon geen mappen te zien. Of er zijn letterlijk geen gebouwen op de map te zien. Ik kan wel ongeveer gokken bij die ene grijze lijn. Dat is waarschijnlijk een weg. En dat grote platte gedeelte in het midden, dat is hoogstwaarschijnlijk een gebouw. Oh wacht, daar zijn ook gebouwtjes. Oké, we lopen gewoon in één stuk door. And if we get killed, then we get killed. In ieder geval, ik wissel dit gewoon graag af met H1Z1. Zo houdt het een beetje vernieuwend voor mij. Als je daar geen begrip voor hebt, nou ja, dan heb jij pech. Nu maar hopen dat er niemand in die fucking metalen toren zit. Oeh, airdrop daar rechts. Right, ik zit in de nieuwe cirkel. What is this sorcery? Dit is niet alleen de toren. Oeh, ook een kistje. Oké, laten we het kistje als eerst pakken. En het kistje bevat shotgun, muts. Oké, dat is een muts en een banaan. Laten we eerst de toren maar checken. De toren lijkt me beter aangezien ik een shotgun heb. Van dichtbij knallen is mijn specialiteit. Een red dot. Oké, die nemen we maar niet. Maar wel gewoon kogels. Dus dat is een pluspunt. Oh god. Er was een explosie of iets in die geest. Oké. Even kijken. Dit is een Thompson. Dat is een AK'tje. Nog een banaantje. Oké, dit is gecheckt. Let's go downstairs to the other building. Maar hopen dat die een andere knakker niet achter ons aanging. Want er liep hier nog een persoon. Kistjes vallen niet te openen. Oh, wacht, er is eentje die hier geopend... What the fuck is dit? Een granaat, een bijl en een muts. De muts is cool. De granaat is apart. Oké, het spel eindigt sowieso altijd in het midden. Dus het lijkt me gewoon handig als we daar naartoe rennen. Want blijkbaar is er gewoon een beuk gaande waardoor we niet alles kunnen zien. Hey, nog een kistje. En dit kistje bevat nog... Een broek. Oké. Oh, wat? Heb ik serieus dat huisje gemist? Ah, fuck dat huisje. It's too dangerous to go alone. Here, take this. Zelfde referentie. We hebben hier gewoon echt nog een tering groot warenhuis. Daar bovenin staat een kist. Ik zag er bovenin een kistje. We pakken wel even onze shotgun erbij. Ik hoor een paard. Sinds wanneer zitten de paarden in deze game? Oké, die paarden worden echt helemaal wild. Ik weet niet wat er gaande is. Oh, oh, mijn rug. In mijn rug. Woe, een beer. Hey. Berenbotje ging uitvaren met zijn bootje naar Zuid-Laren. Waar de fuck is die man? Oké, die paarden hier in deze stal, die fucking leiden me af, jongen. Not sure if I want to go inside or not. Oké. Here I come to save the day. Geen goed plan. Ik kak. Omdat er net iemand op me schoot. Ik kak hem enigszins. Oké, even boven checken. Ik moet wel natuurlijk even alles checken voordat ik verder ga. Muts, pijlen, kogels. Is dit... What the fuck is dit? Custom SMG? Rapid firing, sacrifices, accuracy? Hell no. Die kogels pak ik wel even, though. Ik zweer jou, zit hier paard in. What the fuck is hier gaande? Die beer is een speech aan het houden. Dames en heren, we zijn er allemaal bijeengekomen om Bert het ezel te eren. Wat? Wat? Wat is dit? Dit is een rechtbank van dieren. Dit is gekke werk. Ik snap er niks meer van. Wat is hier gaande? Oeh, een schot. Er werd een schot geland. Waarschijnlijk niet op mij, maar alsnog. Oké, laten we deze deur nemen. Waar de fuck ben ik nou weer? Oh, dit is de vooringang. Let's get the fuck out of here! Ik heb geen idee wat hier zojuist gebeurde. Dit is some weird ass shit. What the fuck? Woo! Ik word beschoten.
Ben aan het bloeden, ik word beschoten. Ren door. Oké, even die bandage op je nek rammen. Oké. Alright, het bloeden is gestopt. Shit, ik had toch nog een bandage? Shit. Ik dacht dat ik nog een bandage had gepakt. Maar weer zo'n mysterieus schot, hè? Oh god, het komt vanuit het gebouw. Shit. Ik heb hem gehit. Oh god. Radiation? Oh god. Oké, laat hun maar lekker in de radiation battelen. Ik ga er wel vandoor. Ik heb toch geen medkit bullshit. Alsjeblieft, laat er wat in dit kistje zitten. Anders moet ik weer zwemmen en... Oké, die radiation gaat wel erg snel. Laat er iets van een brug zijn. Ik ga dood. Ik ga anders dood. Ik heb te lang in het fucking dierenrechtbank gebouw gezeten. What the fuck was dat? Come on. Ik ben er bijna uit. Bijna. Dat zo lijkt het al de hele tijd. Maar het lijkt gewoon echt niet te veranderen. Oké, het wordt steeds kleiner. En de radiation wordt alsmaar erger. Hoe ga ik daardoor dood door de radiation? Dan is het toch wel even tranen geblazen hoor. Oké, we zijn uit de radiation. Nu moeten we even een kistje zien te pakken met medkits of iets in die geest. Want we lopen rond met 33 HP. Dat is niet echt het beste. De speelruimte wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. Ik moet gewoon even de radiation nog tevoren zijn. En dan is het op zich goed. De mensen achter mij, die zijn nu ook echt flink aan het sterven door de radiation. En nu ben ik hier in ieder geval. En dan kan ik in ieder geval een plekje uit gaan zoeken. Ik was even vergeten hoe snel dit ook weer ging. Oh, dat is een mooi kistje hoor. Dat is een heel mooi kistje. Dat is een levensreddend kistje dat. Wat zei ik je? Nou ja. Geen idee of die beter is. Ik trek hem gewoon aan. Dat is het stomme er gewoon aan. Geen tijd om te vergelijken. Ik zag daar iemand lopen. Oké, hij zag mij ook lopen. Dit is toch wel even huilen dit. Ik heb geen bandage meer. Dit is toch wel even huilen hoor. Wat? Oh, come on. Ik spawn gelijk in de radiation. Yeah, that seems fair. Ik ben nog ineens 10 seconden begonnen en gelijk begint het al... Ja, dan zit er nog die voor je dan. Oké, als ik dit pad volg, dan kom ik waarschijnlijk bij een vliegveld. I don't know, ik zie gewoon een dubbele baan daar staan en het wekt nieuwsgierigheid. In ieder geval een gebouwtje. Of iets wat op een gebouwtje moet lijken, dat kan natuurlijk ook. Dat is één kistje hier. Een banaan. Injectie. En een speer. Nou, dan gaan we voor de banaan hoor. Wat is dit voor lelijke boot? De boot is broken. Dit is gewoon echt een namaakbootje. Een gestrand bootje. Geinig gemaakt. Oh shit, er komt iemand deze kant op. Ik hoor voetstappen. En er is hier gewoon geen bruikbaar kistje. Ik heb het gevoel dat hij niet weet hoe die erop moet komen. Oké, die voetstappen zijn erg dichtbij. We lopen hier omheen. Oh! Fucking banaantje! Op je oogbal! Een banaantje heeft geraakt op je oogbal. Hij heeft die speer heeft hij trouwens misgegooid. Huh? Huh? Wordt helemaal wild! Sla hem op zijn nek! Ah, nog iemand! Het zijn allemaal wilde mannen met vuur! Wilde mannen met vuur! Red mijn leven! Ik wil ook een vuurtje! Vuur! Ho! 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 Zijn ze nou alle twee op mij? You bunch of fucking teamers! I hope you die from bananas! Come on! Nee, mijn ding is stuk! Ik ga naar beneden. Misschien is er een wapen hier ergens. Het duurt te lang om te mappen namelijk. Er is geen enkel bruikbaar kistje hier. Dat is natuurlijk altijd fijn. Het is gewoon de speurtocht doet de deur dicht. Oh, speurtocht. Ja! Ja! Kistje! Shit! Oh my god, ik ga dood. Ik ga dood. Ik heb wel een granaat. Maar dat is niet per se wat ik wilde. Dit is niet goed. Straks komt de radiation er ook aan. Ja, de radiation is er. Run for your lives, the radiation is coming. Hier, neem een bananengranaat. Bonengranaatje. Huh. Spring. Woehoe. Oké, waar moet ik naartoe? Deze kant op. Volg het weg. Yo, die fucking granaat ontplofte geen eens. Dat is echt vals. Oh god, explosies in mijn reet. Ik ren al. 3 AP, ouwe. Oh, wacht. Ik heb die injectie nog. Prik hem in je arm. Het is nu of nooit. Nou. Het ziet er naar uit dat we het hebben overleefd. Haha.
Maar dat bananenpistooltje werkte gewoon niet zoals ik had verwacht. Wat een teleurstelling van de mensheid was dat, zeg. Yo, wolfjes, als je gewoon even met je tengels van me af kunt blijven, dan kan ik gewoon even rustig dit gebouwtje checken. Ik heb al genoeg heisa gehad met mensen net. Hoe vlammende stokken die tegen me aan mepten. Het is geen pretje, kan ik hier nog overheen? Alright. Wat is dit voor gekke tuin? Oh god, er is hier nog iemand. Wat is dit? Light campfire, er staat gewoon een kampvuur in de weg. Bananenpistool. Ik heb het bananenpistooltje. Dan gaan we met bananen geschoten worden vandaag. Ja, Thompsontje. Yeah, baby. Hij komt eraan. Hij komt niet meer, hij heeft geen zin meer. Hé, geen probleem. Ik pak alle wapentjes hier, hoor. Of komt hij toch wel? Ja, hoor. Bandit, cheffe. Alright, alright. Nu hopen dat die shit er niet gauw aankomt. Wat is dit nou weer? Cloth. Oké, daar hebben we niks aan. Wat hebben we daaraan? Pistooltje. Ammo. Alright. We moeten even snel deze kist pakken en dan gaan we verder. Oké, snel. We moeten er vandoor voordat de radiation eraan komt. En dat is al heel gauw, denk ik. Yes! Oké, ik hoor verderop al schoten. Dat is niet geruststellend. Maar dit is wel geruststellend. Het medkitje gaat even gebruikt worden. Zodat wij even meer HP krijgen in een korte tijd. Zodat wij uiteindelijk die speler verderop kunnen doden. Het is gewoon gekkenwerk. Het is echt een airbase hier. Wie had dat ooit verwacht? What the fuck is dit? Dit blauwe ding? Is dit een airdrop? Hey, wat is dit? Oh, barricade. Woo! Daaro. Niet goed. Ik heb hem geraakt. Oh god. Nog meer personen. Oh god, ja, nee. Het is game over, boys. Mijn bloeden gaat door. De spelers die hier staan, er klopt geen meter van. Omdat zij gewoon, kijk dan, het zijn mannequins. Of iets in de geest. Het zijn modelpoppen. Ik ben aan het sterven. Ik ben langzamerhand aan het sterven. Woe, kijk nog eentje. Dit is niet eerlijk. But we shall not die not fighting. Woe, wat? We hebben in ieder geval nog gehit. Alright, alright, alright. Nu zijn we ongeveer op dezelfde locatie gespawnd als in het eerste potje. Ik zie links van mij een poppetje lopen. Yo, dude. You wanna team up? No joke. No jokerinski. Yo, you wanna team up? Team up. Answer me, baby girl. I'm talking to you. It's okay, polite to respond. Okay. Okay, let's team up, bro. Okay. I see a guy on our left, so let's kill him as soon as we get a gun. Wat een nice streak. Nou, ik ga wel serieus gewoon eerlijk spelen met deze gast. Af en toe heb ik wel eens zeg maar de neiging om gewoon hun vertrouwen te wekken en shit. En bla bla bla. Het ene te zeggen en uiteindelijk hun gewoon in hun rug te schieten als een echte nice streak. Nu wil ik gewoon oprecht gewoon als een good guy spelen. Alhoewel, die twee gasten lopen ook net naast elkaar. Dus ik weet niet of dat de juiste keuze is. Open de deur! Dat is geen deur die open kan. Dat ziet eruit als een deurtje die open kan. Of hij is al open. Oké, tuurlijk, dat mag ook. Wegwezen hier. Zat helemaal niks. Oké, alsjeblieft. Oké, er zit hier iets in. Alleen maar kogels en mutsen. Oké. Kistje. Ja. Ja, damn bullets. I like it. Het is niet al te veel. Oh, nog een kistje. Oké, dan. Oké, ik denk dat het is. Even kijken waar ze zijn. Met wie was ik ook weer aan het teamen? No, wait. Wait. Sorry, man. You scared the bejesus out of me. It's okay, baby girl. Verdomme, nu moet ik ook gewoon twee van die medkit dingetjes gebruiken. Wat gewoon totaal niet de bedoeling was. Deze gast heeft het echt verneukt voor me. Hoe de fuck kom ik eigenlijk uit dit kamp vandaan? Ja. Het cirkeltje wordt gezet. I know. Ik probeer al zo snel mogelijk te rennen. Maar er zit een limiet op mijn beensnelheid. Dus ik kan niet echt veel sneller. Waar de fuck is die gast trouwens heen? Hij had een blauwe muts en een groene jas. Dat kan ik me nog herinneren. En iets van een Thompson in zijn hand, geloof ik. Nou, dit is niet goed. Die gast waarmee ik zou teamen, die heeft sowieso iets van een 10 à 15 seconden voorsprong op mij. Dus hij zit hoogstwaarschijnlijk al in dat gebouw. En shit te looten. Dus ik ga even gillen als ik daar buiten sta en hopen dat hij erin zit. Kijk, ik zie daar iemand lopen. En dat zal hem hoogstwaarschijnlijk zijn.
My friend, are you in this building? My friend. Oké, ik loop wel door. Hij reageert niet. Dat is echt niet goed, maar hij ging... Of zeg maar daarin, of hij liep er langs. Ik kon het niet exact zien. Ik zag hier trouwens net wel een airdrop die ik wil hebben. Waarom fix die airdrop nou? Yo, wat is dat? Is dat een... Dat is een gebouw. Dat is een gebouw. Daar gaan we gebruik van maken. We gaan die inhoud eruit pakken. Ja. What the fuck? Het lijkt eerder een uitkijkpunt of zo. Of een glijbaan. Het is een glijbaan. Ik kom er niet onderdoor. Dit is... Nee, er wordt hier gefraudeerd. Het is niet eerlijk. Wat is dit voor gebouwtje? Wat is dit? Oh mijn godje. Oké, wacht. Liggen. Ik kan niet... Ik weet niet hoe ik op de grond lig. Oké, dat is jammer. We gaan wel verder. Oh shit. Ik zag iemand. Hij schoot op me. Hij is helemaal wild geworden. Don't shoot me, Jimmy Neutron. Waarom de fuck? Oké, als het goed is kan ik me hier niet doorheen zien. Dan pak ik even dit kistje. Oké. Snel. Make a run for it. Ja, daar is hij. Hij is aan het rondkruipen. De gluipert. We kunnen ook gewoon in het bosje blijven wachten. En die... Shit, ik heb er eentje op de grond gegooid. Waar is hij? Shit. Hij komt. Die was volop in zijn nek. Ja. Shit, mijn pistool is leeg. Oh god. Oké, ik kan hem weer laden. Come on. Ja hoor. In je fucking hoofd. Maar Vladimir Poetin dit in. Alsjeblieft. Heb je iets van medkits of zo? Ja. En een bandage. Een syringe. Jij hebt echt fucking veel. Oké, doe eerst even die bandage op je nek. Oké, we moeten nog steeds richting het midden. Er staat er een gebouw. Ongetwijfeld dat daar mensen in zullen zitten. En qua radiation hebben we ook niet echt tijd. Die radiation die komt iets te snel mijn kant op. Ik vraag me af of die in een makker nog leeft waarmee ik zou gaan teamen. Ik heb niet echt... Oh wacht, ik kan natuurlijk gewoon de chat terugzien. Hoe heet hij? Oh, oké, weet je, die geluidjes. Mate, poepoejoe. Dat was ons vriend. Oh god, onze vriend is neergeschoten. Dat is niet goed, ouwe. Oké, ik zit goed in de cirkel. Ik sta hier wel een beetje in het open, maar... Qua radiation kan ik niet geraakt worden. Oké, kogels. Daar vandaan. Het is een silencer. Het is een... Hij raakte me in mijn fucking hoofd. Oh, dit is zo treurig. Oh my god. 11e van de 27e? Really? Dat is echt fucking bad. Maar dat was hem daarentegen wel weer voor deze keer. Bedankt voor het kijken van je geinig video. Doe dan even een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag terug bij de volgende Battle Royale. Doei doei!